De kop is eraf bij het carnaval 2010. Op diverse basisscholen in de Bommelerwaard zijn vrijdag activiteiten. De kinderen van basisschool De Bogert in Rossum gingen in optocht naar dorpshuis De Kil in Herwenen om daar hun eerste carnavalsfeest te vieren. Ook aanwezig was prins Jeroen den Urste met zijn gevolg en de jeugdprins en jeugdprinses. Prins Jeroen, hoe ging het vanochtend? Het ging geweldig. Ik was echt een beetje verbaasd dat er echt zoveel animo voor was. Zeker vanuit de school. En ja, een goede start van carnaval natuurlijk. Is de beste manier om weer nieuwe carnavalsvierders te vinden, denk ik? Juist, de jeugd heeft de toekomst. En ja, dan moeten we toch gaan zoeken. En als we die kunnen motiveren, zeker met onze prins en prinses hier ook, dan gaat dat helemaal goed komen. Ja, want ik weet van andere verenigingen dat ze moeite hebben om een jeugdraad of een jeugdprins te vinden. Dat is bij ons hetzelfde verhaal. Maar ze staan hier toch maar. We hebben er weer twee keiners bij in ieder geval. Dat gaat helemaal goed komen, hè Niels? We staan eraan. Ze hebben er echt zin in, ik zie het. Het is nog vroeg, hè? Ja, goed. Daar zijn we gewend, hè? Nou, is voor jou ook de eerste keer? Het is voor mij de eerste keer als prins. Ik heb hier wat voor mogen proeven als adjudant zijn. Dus ik weet ongeveer wel hoe het gaat. Nou heb ik wat rust. Ik heb nou een adjudant om al wat dingen te regelen, zeg maar. En is de prins dan toch nog zenuwachtig? Altijd. Vannacht heel slecht slapen, zeg maar van, gaat het allemaal wel goed komen? Ja, je weet niet wat er komen gaat. Dus ja, ook een prins is zenuwachtig voordat hij op moet.